De felicitaties stromen binnen voor Estefana Polman en Rafael van der Vaart na de geboorte van hun dochter Jesslyn. Estefana's real-life soap Estefana in het echt is te zien op Telegraaf vandaag. En haar collega's willen de trotse moeder natuurlijk feliciteren. En ikzelf ook, dus bij deze. Estefana en Rafael, van harte gefeliciteerd met jullie prachtige baby. Ja, beste Estefana en Rafael, een berichtje vanuit de studio van Telegraaf vandaag. Natuurlijk niet in mijn eentje, maar ik wil iedereen erbij halen, jongens. Kom erbij. Want ik wil namelijk zeggen, gefeliciteerd met Jesslyn! Woehoe! Hoi Rafael en Estefana. Hartelijk gefeliciteerd met jullie mooie dochter. En het leuke vind ik dat ik ooit met Estefana in Denemarken ben geweest. En vlak daarna kreeg Estefana de relatie met Rafael. En nu is jullie baby eruit geboren. Nou, toch heel leuk dat ik daar onderdeel van kon zijn. Op een bepaalde manier dan. Heel veel geluk. Hey Estefana en Rafael, van harte gefeliciteerd met Jesslyn. Geniet er heel erg veel van. Heel veel gezondheid gewenst. Beste Rafael, lieve Estefana, heel erg gefeliciteerd met de geboorte van jullie kleine. Het is de allereerste Telegraaf vandaag baby uit de hele geschiedenis. Goeie worp. Ik zeg heel veel genieten en ook een beetje sterkte de komende tijd. Nou, ik ben super blij voor jullie. Ik als ervaren vader weet natuurlijk hoe fantastisch dat gevoel is. Ik geef Estefana een dikke kus ter felicitatie en Rafael een hug natuurlijk en die andere kleine ook een hartelijke felicitatie van mij. Ik ben heel blij voor jullie en nou, geniet van deze prachtige tijd. Zo, dus de eerste vandaag baby is een feit. Van harte gefeliciteerd en wij van Privé, we gaan het natuurlijk allemaal volgen van het eerste tandje tot het eerste vriendje. Vanuit een zonovergoten Griekenland een hartelijke groet, Jan Uriot. Nou, het lijkt net alsof hij naast de sauna staat. Leuk gedaan allemaal. En in Weekblad Privé staat een uitgebreide fotoreportage van de kleine Jesslyn.